Aan de telefoon is Aranka Ouwehand van FNV Bondgenoten. Ja, zij weet alles over de actie van morgen. Mevrouw Ouwehand, goedemiddag. Goedemiddag. Wat gaat er morgen allemaal gebeuren in Den Haag? Nou, wat er gaat gebeuren is, we gaan daar met een enorme delegatie naartoe. Wij willen een open brief aan Balkenende overhandigen of aan de formateurs. De minister van Economische Zaken is inmiddels al op vakantie. En in die brief staat feitelijk een oproep van politiek, word wakker en doe wat. Overigens is het zo dat wij nog steeds niet weten of er wel iemand is om van ons die brief in ontvangst te nemen. Wij gaan ervan uit dat de politiek begrijpt in Den Haag dat het toch wel belangrijk is. Hè? Ja, en wat verwacht u dan verder van de politiek? Wat wij verwachten van de politiek is dat ze A, even heel goed over nadenken. B, dat ze, en dan hebben wij dus echt een hele grote voorkeur voor Balkenende, dat er contact opgenomen wordt met MSD om te kijken of deze beslissing nog terug te draaien is. En als dat niet zo is, wat er kan gebeuren om de kennis wel in Nederland te houden. Want Organon was natuurlijk altijd een van de topbedrijven in de Nederlandse kenniseconomie. Die kennis moet je niet laten weglopen, dat is één. He, dat is gewoon niet goed voor Nederland. En uiteraard helemaal niet goed voor de werknemers. En tweede is dat door de onderzoekspoot te schrappen, haal je feitelijk de hart uit het bedrijf. Oké. Okay. En dat is ook niet goed voor de overblijvende. Ja. Mevrouw Ouwehand van de FNV, dank u wel voor uw toelichting.